Zometeen zijn we in het topsportcentrum, maar eerst een hele andere opleiding. Want hier in het Aviation Training Center worden studenten opgeleid om te kunnen werken in de aviation industrie. En ik ben heel benieuwd of hier de sfeer hangt van een echte luchthaven. Om alle toeristen in Nederland hartelijk te verwelkomen, moet er op de luchthaven een vriendelijke ontvangst zijn. Kevin trekt de stad in om te kijken hoe jongeren worden opgeleid in het Aviation Training Center van het Albeda College. En ik vroeg me af of de sfeer een beetje hetzelfde zou zijn, maar dit is wel een heel warm welkom wat ik nog nooit eerder heb gehad. Goedemorgen dames en heren, namens Albeda Air heet ik u van harte welkom op deze vlucht. En ter voorbereiding op de vlucht vraag ik uw aandacht voor een demonstratie van het cabinepersoneel. Niet voor het een of het ander, maar waar gaan we naartoe? Dat mag jij helemaal bepalen. Kijk, dat is nog eens een airline naar mijn hart. Het is wel heel bijzonder om hier in zo'n echte omgeving les te krijgen. Oh ja, zeker. Het lijkt allemaal heel echt. We hebben hier beneden de incheckbalies, waarbij we het inchecken van de passagiers kunnen oefenen. En we hebben natuurlijk de mock-up, waar we nu in zitten, met alle benodigdheden die we kunnen gebruiken voor een training. En we hebben hier een glijbaan, waarmee we de noodlandingen kunnen nabootsen. Maar ik kan me voorstellen dat naast de praktijk er ook heel veel theorieles is. Oh ja, zeker. We krijgen bijvoorbeeld het vak Customer Service, waarbij we veel leren over hoe je met klachten om moet gaan van de passagiers. En we krijgen Safety and Security, waar we veel leren over het bewaken van je eigen veiligheid en die van de passagiers natuurlijk. En daarnaast krijgen we ook veel talen. Ik zit zelf in de Engelse klas, dus ik krijg alle vakken al in het Engels. Evacuate aircraft. Emergency, open seatbelt, no exit. Dat scheelde maar een haartje. Laten we maar snel gaan naar een veiligere plek voor jou. Namelijk het topsportcentrum in Rotterdam, waar de opleiding Sport en Bewegen wordt gegeven. Deze accommodatie ligt naast het stadion van Feyenoord. In dit centrum voelt de sportieve student zich als een vis in het water. Rotterdam en sport, dat gaat hand in hand samen. De opleiding Sport en Bewegen, Marlon, hoe is het nou om op een plek als dit les te krijgen? Ja, fantastisch. Grote zaal, ja, wordt heel veel sport gegeven. Korfbal, handbal, voetbal en basketbal. We hebben nog meer verdiepingen. Nou, op de tweede wordt ook basketbal gegeven, een hele mooie hal. Er wordt veel gebruik van gemaakt. Het is echt een tophal om hier les te krijgen. Nou, lopen jullie ook stage? Waar mag jij deze periode doorbrengen? Ik mag bij Rotterdam Basketball mag ik stage lopen. Dat is een basketbalvereniging. Dan geef ik les aan 8 en 9 jaar. Ik ben zelf 17. Ja, en dat is natuurlijk leuk om je kinderen zelf te zien groeien in basketbal. Je kan je kennis al overdragen eigenlijk. Ja, inderdaad. Ja. Hey, en tot slot, ik kan me voorstellen dat zo'n klas, als je een klas vormt, dan vorm je een groep. Is dat nou nog hechter als je zoiets doet? Ja, het is heel hecht. En volgens mij hebben ze je ook hard nodig, dus ik ga je weer terugsturen. Dank u wel. Giovanni van Bronckhorst Foundation en Feyenoord vinden het heel belangrijk dat in Rotterdam op de pleintjes lekker wordt gevoetbald. En de mensen die dat in de toekomst gaan begeleiden, worden hier opgeleid.